Ik sta buiten op Julie te wachten, die komt me ophalen. Want ik ben vandaag voor haar het model voor haar Oriflame cursus. Het is dinsdag. Ik vergeet soms zo de dagen. Ik heb Sarah net naar school gebracht. Nog wat boodschappen gehaald die ik gisteren weer mee kreeg. Ik ben door de ijzige wind Oh, dit is zo irritant. Ik had de vaatwasser gisteren aangezet toen ik naar bed ging. Maar ik zie nu dat het blokje er niet is uitgekomen. En dat alles echt schoon is. Dus kan ik hem gewoon opnieuw draaien. Ik ga hem wel korter draaien, want hij heeft natuurlijk wel al heel lang schoongespoeld. Dus ik zit nog wel even op een snelle beurt. Beetje jammer weer. Maar goed, het is zo'n ijzige wind vandaag. Ik werd echt niet blij op de fiets. Maar goed, we hebben het weer overleefd. En ik ben weer thuis. Ik ga hem even thee zetten, even opwarmen. Mijn handen doen gewoon echt pijn. Ik vind dat zo bizar, want... het is natuurlijk helemaal niet koud deze winter. Maar dat het dan voor jezelf toch zo verschrikkelijk koud kan voelen. Want, bedoel, ik keek net, het was 6 graden. Nou, voor mijn gevoel was het echt min 15 of zo. Dat je dat heel je handen gewoon echt rood worden en pijn. Ja, je ziet nog een heel klein beetje. Ik heb de boodschappen al opgeruimd en zo, dus ik ben al even binnen. Maar, oh ja, en ik heb mijn moeder eten klaargezet. Want ze heeft pilletjes gekregen, maar die wil ze ook niet opeten. Dus doe elke keer in een bakje en dan met natvoer erbij. En dan laat ik hem gewoon helemaal oplossen daarin. Het is niet helemaal de bedoeling, maar ja, dan krijgt ze ze binnen. Anders laat ze ze liggen. En ik heb het ook geprobeerd om het in de bekje te doen. Maar ja, als ik dat echt voor elkaar wil krijgen, wordt het meer mishandeling. Want ze wil daar absoluut niet mee meewerken. Dus toen ik zie, nou, dat ga ik niet doen. Nu lekker thee. Ga ik even mandarijntjes eten. Daar heb ik echt trek in. Ik heb opnieuw gehaald, maar ik vind deze zo lekker. Dat kan niet stoppen, alleen dat Bella is echt irritant. Maar goed, ik heb extra hand nodig, dus ik ga deze ding even doen. Ik heb weer een rondje huishouden gedaan. Altijd jammer dat dat ook nog weer terugkomt. Oh, wat, ik heb wel gelijk de instrumentenvisser uit de vaatwasser. Ik probeer altijd als ik dingen in de vaatwasser heb, dat ik die dan gelijk gebruik. Want anders pak ik iets uit de kast. En dan moet ik daarna... deze weer opruimen. En nu heb ik dat gelijk al gedaan. Maar die vaatwasser is eigenlijk nog te heet om echt te doen. Dit blijft niet heel heet. Maar glazen en zo en borden, die vind ik echt nog niet heel fijn. En ik had de laptop net al aangezet. Ik denk, vanavond ben ik weg. Laat ik vast een stukje editen. Maar toen had ik alles ingeladen. En toen keek ik op de tijd. En toen dacht ik, als ik nog wat wil eten en Sarah de lunch op tijd wil... klaar hebben, ga ik dat nu echt moeten doen. Ik heb lekker biscottes met jam. Echt zo'n ren- en vliegdag vandaag. Ik heb de overblijf gedaan, toen heb ik thuis nog even snel wat opgeruimd en zo. En gestofzuigd. En nu naar school, Sarah ophalen en Mila. Want ik heb Mila, die speelt hier. Gekke zin, af en toe wil ik zoveel zeggen. En dan maak ik heel veel rare zinnen. Talentje van mij, I know. Eten heb ik wel al klaargezet. We moeten op tijd eten, want ik ga vanavond mee met Julie. Maar daar vertel ik later gewoon wel meer over. Ik ga nu naar school lopen. Zo, ik heb de dametjes opgehaald. Ik ben helemaal verregend. En het was niet eens harde regen, maar echt van die vervelende niezer. Maar goed, ze zijn lief aan het spelen. Dus ik ga nog een heel klein stukje weer van die kast doen. Maar er zit een slot op deze kast. En daardoor... is die wat ingewikkelder in elkaar te zetten dan de gewone IKEA-kast. Maar dit is wel heel mooi. Kijk, er zit een cijferslot op. En dat hebben we eigenlijk voornamelijk gedaan om de medicatie in te leggen. Omdat Sarah soms nog wel een klein handje kan hebben om dingen te willen pakken. En dat willen we niet. Dus dit is dan wel een fijne manier om dat tegen te gaan. En nu moet ik een laag in elkaar gaan zetten. En tada tada,
hij staat. Ik ben al begonnen een stukje met hem indelen. Maar ik moet nu gaan koken, dus de rest komt morgen. Maar ik ben blij, hij is in elkaar eindelijk. Dus die dozen, ik heb allemaal nog plaatsen, maar ik kan het karton nu niet kwijt. Maar dat kan zo snel mogelijk weg. Dus we zijn weer een stapje dichterbij. Ik sta buiten op Julie te wachten, die komt me ophalen. Want ik ben vandaag voor haar het model voor haar Oriflame cursus. Oh, daar komt ze aan. Dus jullie gaan het allemaal zien. Ik hou het even kort. Kijk, ze hebben geparkeerd en we hebben een klein vriendje. Kijken of ik hem scherp kan krijgen. Een konijntje die houdt ons in de gaten. Ja, daar is die. Oké, we gaan groot licht proberen. Nou, hij zit helemaal van, wat doe je? Dat is echt niet tof, denkt hij. Kijk, die ogen. Ja, helemaal lampjes. Maar hij blijft wel zitten. Zwaar opgemaakt, maar dat was wel leuk van probeer het maar gewoon allemaal lekker even uit. Moet wel zeggen, in dit licht komt het niet heel mooi uit, moet ik zeggen. Net, ik weet niet, dit licht maakt het heel erg veel donkerder dan het is. Dus het lijkt nu net op mijn ogen een beetje weggevallen. Maar goed, dan moet je maar even doorheen kijken. Ik heb nog, ja, ik heb de catalogus gekregen. Mocht je geïnteresseerd zijn, zal ik Julie de pagina even linken onder deze vlog. Dan kan je verder kijken welke producten. Het zijn allemaal hele mooie producten.
En ik heb deze gekregen. Dit is een handcreme. En die zal ik gelijk even proberen. Even kijken. Dit is de Dream Cream. The cream that can fulfill dreams. En het is natuurlijk allemaal van Oriflame. Kijken wat voor creme dit is. Ja, het is wel een hele mooie creme. Even kijken. Het is leuk, ik heb mijn vinger net gesneden met de kastmaker. Precies toen ik de pleisters en verband aan het overleggen waren, sneed ik in mijn vinger. Dus het was wel echt timing. Oh, hele fijne creme. Ruikt ook heel lekker fris. Ik heb vooral altijd dat hier, dit stukje, altijd mijn handen heel droog worden. Dus daar wrijf ik hem altijd wel goed uit. Want hier eigenlijk verder niet. Maar altijd dit stuk, dat wordt bij mij altijd heel droog. Ik weet niet of meer mensen daar last van hebben. En ik heb van Julie deze nog heel leuk gekregen. Echt super lief. Ook van Oriflame. Dit is de 3-in-1 Wonder Lash Mascara. Dat is deze. Hij zit nog helemaal in plastic. En nou zou ik normaal zeggen, test ik hem uit. Laat ik het zien. Maar ik heb nu best wel veel make-up op. Dus dat is niet echt de allerbeste timing. Dus ik laat wel even het borsteltje zien. En dan doe ik hem van de week wel even op beeld uittesten. Wel een hele mooie. Het is een paarse flacon. En het is om te achter te houden. Zo'n borsteltje. En zo stil is het erboven. Dus het is echt een kammetje. Ik vind altijd mascara. Sommige mascara's stinken, maar deze niet. Dus ja, hier ben ik blij mee. En deze gaan jullie dus binnenkort zien in een vlog. Ik denk dat het misschien van een weekend wordt. Want door de week, 's ochtends, dat soort dingen filmen. En met onze ochtendstress is niet altijd het allerbeste om te proberen. En nu lekker tijd om naar mijn bed te gaan. Echt, in die camera lijkt het zoveel donkerder dan het is. Echt heel gek. Heel vaag. Het komt niet mooi op beeld uit en zo. Ook niet. Maar goed, ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Een duimpje achter te laten en reageren. Kan op mijn Facebookpagina Mama Pakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei.